Allemaal en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Christina Ponyboom. En vandaag gaan we een tierlist maken van mijn Star Stable paar. Ik heb er volgens mij een stuk of 20 of zo, 15 of zo, I don't know. Heb ze niet geteld. Maar dat boeit niet. Het houdt in. De bovenste S is het beste en de hele onderste is het slechtste. Dus, maar ik ben niet alleen. Ik ben mijn stemrit. Vandaag ook met Black Widow! Ja, en zij gaat me meehelpen. Ik weet niet al mijn naam van de paarden in mijn hoofd, maar ze gaat me helpen met paardenrang. En want we zijn facetimer, dus ja, dat gaat ze dus zien. Dus let's get started. Oké, als eerst hebben we de halflingen. En die wil ik denk ik... Ik weet niet, zal ik hem bij de A zetten? Want hij is best wel snel. Dat was ook al mijn vriendin, heeft geen staff stable. En dus ja, maar ik zet hem wel hier erbij. Zo. De volgende is... Ja, wat dan? De volgende is de donkerbruine pony. Dat is de nieuwe versie, maar die is nog niet zo slecht. Zou ik hem een steetje geven? Ja, of een B. C of een B, ja. Ik doe hem denk ik wel B. Op de B! Sorry. Dankjewel. De volgende is... Dit is dus het magisch paard, het Halloween paard. Ik ga hem denk ik op een D geven, want ik heb echt slechtere paarden nog dan die. Toch? Ja. Dus dit wordt de D. De volgende is... Dit is de starter. En die geven we denk ik een C'tje. Ja. Ik weet alleen niet of jullie Black Widow horen. Ja, de volgende is... Dit is de Fjord. Die is echt super goed. Sorry, ik weet niet meer de namen, maar van de Fjord toevallig wel. En die heeft Pumpkin Pie. Zullen we die een A of een B geven? Denk een A. Ga op die A. Ga op die A. Dank u. En de volgende is... Dit is het magisch paard. Eigenlijk is het geen Halloween paard, maar ik doe hem ook bij de D, want ik vind hem niet echt geweldig. Oké. Dus daar zijn we ook mee eens. Ja, mooi. Zo. Ja. De volgende is deze... Big Lady heet die. We gaan hem op... C of B, denk ik. Nee, C... Ja, C, denk ik. Toch? Of B? Doe maar C. Ja. C, zo, ziezo. De volgende is deze. De Noordzweet. De oude versie. Ik vind hem niet echt bepaald knap. Maar die had ik ooit gekocht omdat ik hem wel mooi vind. Dus ik denk dat ik hem wel op de E zet, toch? E of D? Ja. Doe hem op de E, op de D staat al 2. Ja, dat boeit niet! Ja, sorry hoor. E of D? Doe maar D, want dan is hij net zo slecht als dat hem paard. Oh, ik heb hem wel op de E gezet, jammer joh. De volgende is deze, dit is Spirit. Dat is van de film. Die is Spirit, ja, dat is wel. Maar je kan er geen tuig op doen. Dus ik zet hem ook op de E. Oké. Zo. De volgende is deze. De Curly. De Curly. Die zet ik wel op de A. Die vind ik best wel... Fancy. I'm so fancy. Zo, de volgende is deze. De IJslander. Die is echt het beste van allemaal, dus die ga ik sowieso op de S zetten. Daar komt niemand omheen. De volgende is deze. Dit is een kerstpaard. Dat is ook soort magisch, maar die is wel beter dan de andere magische. Die zet ik denk ik op de...
B of C? B of C. Ik ga hem dan op de B zetten. Want C verdient hij niet. Dan komen we aan bij deze. En dat is Stormwind. Hoe heet die? De Trakijner. Ja, die ga ik denk ik op de C zetten. Oké. Op de C. Ja. Op de kaart. 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 De volgende is deze. Dit is de Konemara, tweede clubpaard van ons. Die zet ik wel op de B. Ja, vind ik vandaag. De volgende is deze. De IJsloeder. Die gaat weer op de S. Ja, die gaat weer op de S. Die verdient de S. De volgende is de oude kakpony, de Jovikpony. Die gaat echt op de A, want die vind ik echt zo slecht. Hè? I'm sorry, maar ik vind hem echt slecht. Oké. De volgende is de Witte Lusitano. Sorry. De Witte Lusitano, die gaat op de A. Ja. Dus die is ook heel erg goed. Op de A. A is super. A is ook wel goed. Oh nee, die is zo verschrikkelijk die we nou hebben. Nee, die gaat eigenlijk op de A. Ik heb die ooit gekocht omdat ik daar echt blij mee was. Maar nu vind ik hem echt fucking lelijk. Die lijkt echt op een poepenhoofd. Hij heet Diamond Crown. Oh nee, dat vergeet ik nooit. Dat paard vergeet ik nou nooit meer. Ja, die gaat ook op de A. Black Widow. Dat is de zwarte pony, maar dan in het... Die wat ik ook in het brein heb bij de AF, die gaat ook op de AF. Doei. En dan hebben we de Volk Lusitano, die gaat op de A. Nee, maar ik vind hem iets minder mooi, dus ik ga hem wel op de B geven. En de laatste voor vandaag, de Candy Crush, de Fries. Die geef ik wel, denk ik, een D. Toch? D of C? Doe maar D. Zo. Yes. Dit waren alle foto's van mijn paard. Ik heb er dus in totaal 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 paarden. Nou, dat is toch niet veel, hè, jongens? Nee, totaal niet. Nou, dit was mijn video dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ja, en ik zie jullie morgen bij Quarantainedag 38. Bye. Bye.